Ik heb contact met de man die op dit moment voor Serious Request bezig is in Burundi. Ja, het is echt, het gaat snel. Vandaag is het nog 49 dagen en dan gaat de deur dicht. Dan is het glazen huis begonnen. Het motto is, let's clean this shit up. Want we hebben het dit jaar, dat heb je ongetwijfeld meegekregen, over kinderen, diarree en alles wat ermee te maken heeft. En ik hoor hem. Goedemorgen, Mzungu. Ja. Mzungu. Goedemorgen, Hilversum. Mzungu. Het had even wat voeten in aarde, want de verbindingen zijn niet al te best. Dus ik hoop dat je me blijft horen. Absoluut. Maar volgens mij is het gelukt op dit moment. Mzungu is witte man, dat is Erik Corton. Waar ben je nu, Erik? Ja, precies. Ik sta op dit moment in Bujumbura, op de plek waar wij net gewoon geslapen hebben. En we staan op het punt om met twee auto's weer de regio in te gaan, richting het oosten. Daar zijn wij gisteren ook geweest en vandaar gaan we omhoog naar een district dat Cibitoke heet. En dat is arm, dat is echt platteland en daar is het probleem heel erg zichtbaar. Daar ben ik van de week ook al geweest. Ik heb nu cameraploeg over, dus we gaan het nu, ik heb het voor de radio al gemaakt, de reportages. Ja. En we gaan nu in dezelfde regio ook met de camera rond. Oké. Even dan, als het gaat om de reportages, wat is je meest bijgebleven van de afgelopen dagen? Nou, wat me het meest bijgebleven is dat ik in een land rondrij en rondloop wat ongelooflijk groen is, waar overal en nergens, het is regentijd, stroompjes van de bergen aflopen. Dus er is overal water. Dus je denkt, nou, dat is mooi, dat is veilig. Hè? Dus, mensen drinken water, mm-hmm. Mensen sterven niet van de dorst. Maar dat water is voor het grootste gedeelte besmet. Met, kijk, als water van de heuvel langs een dorp naar beneden loopt, mensen moeten hier ook gewoon poepen en plassen. En hebben geen toiletten. Doen dat in het bos of in een naastgelegen veldje naast het dorp. Het water wat van de berg af loopt, loopt door dat veldje heen en stroomt zo rechtstreeks de plek in waar ze hun drinkwater halen. Ja. Dus er is een enorme vorm van besmetting gaande. En je merkt aan alle kanten, dus hoe groen het ook is of lijkt, en hoe gezond en vruchtbaar het ook lijkt, zijn allemaal brandhaarden van gevaar. Gisteren stonden we midden in een gedeelte van Burundi waar op dit moment cholera heerst. Ja. Dus dat was even uitkijken geblazen, want dat is hooglijk besmettelijk natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is het voornamelijk. Het is voornamelijk dat je denkt, nou, het lijkt, ogenschijnlijk is er weinig aan de hand. Groot meer, veel water. Ja, dat is het. Ik las ook jouw log en ik vond het opvallend dat er namelijk wel kranen zijn. Er zijn wel de plekken waar dan schoon water is, maar daar moet je dan $3 voor betalen. Nou, dat klinkt voor ons natuurlijk niks, maar dat is niet te doen, begrijp ik. Nou ja, dat is voor een aantal mensen wel te doen. Maar als je weet dat 60% van de Burundezen onder de armoedegrens leeft van $1 per dag. En dan moet ze alles voor doen. Daar moet dus voor gegeten worden. Daar moet je je kinderen voor naar school sturen. Daar moet je, als dat überhaupt al kan, want dat is bijna onmogelijk. Daar moet je, als je ziek bent, naar de kliniek. Weet je, je loopt zo een achterstand op. En die $3 is gewoon niet altijd voorhanden. En dan kun je zeggen, ja, moet het dan niet gratis, dat water? Ja, dat is ook vrijwel onmogelijk, omdat die kranen worden zo intensief gebruikt. Die gaat ook af en toe stuk. En die paar $ die daarvoor gevangen wordt, wordt voor onderhoud gebruikt. Ja, ja, zodat die kraan ook daadwerkelijk blijven werken. Want als ze stuk zijn, heeft helemaal niemand meer schoon water. Dus dat is ook niet de manier. Nee, het is echt weer een actie waarbij ik hoop dat we veel geld ophalen. Ja, zo ordinair is het gewoon. Want ik heb ook natuurlijk al wel mensen van het Rode Kruis hierover gesproken. Het is zo makkelijk op te lossen relatief, weet je wel. Het is relatief simpel. Zeker als je het hebt over besmetting met vies water of op elkaar besmetten. Ja. Handen wassen, zeep, toilet en schoon water. Als je die drie of die vier factoren bij elkaar hebt, dan gaat het eigenlijk heel goed. Ja. Nou, heb jij al wat meegemaakt in jouw leven als Rode Kruis verslaggever voor ons, voor Serious Request? Je moet nooit gaan vergelijken. Die is zo van wat is er erger of dit en dat. Maar wendt zoiets, Erik? Nou, nee, wennen is niet het juiste woord, want het went nooit. Als ik zie wat ik net zei, de mate waarin de problematiek hier in dit land aan de oppervlakte ligt en hoe kinderen daardoor geraakt worden, dat went niet. Zeker niet. Het enige is wel dat ik doe het dus nu 10 jaar, hè, dus het tiende jaar. Dus, en ik heb inderdaad, ook in oorlogsgebieden gezeten en in honger en toestanden en ziekte en malaria, gaan ze maar door. En zieke kinderen zien
Nee. Die vechten voor hun leven in een ziekenhuis. Dat went nooit. Maar ik laat zo zeggen, als je dat na 10 jaar schrik je er wel iets minder hard van. Laat dat zo zeggen. Dat is geen wennen. Nee. Want wennen wil zeggen dat je denkt, nou ja, mooi. Maar de eerste keer schrok ik me kapot. En nu denk ik, wat kunnen we doen? Ja, nou ja, en dat is precies waar we ons over 49 dagen dus mee bezig gaan houden. Waar jij nu middenin zit. Ja. Succes, Erik. Ja. Dank je, Giel. En bedankt alweer natuurlijk namens het Rode Kruis. En we gaan het allemaal horen en zien. Graag gedaan. Foto's zijn alvast te volgen. Oké.